7,3. Dus hier op het scherm zien we eigenlijk alleen maar één kleur. Maar zodra we dat in de computer uitlezen, dan zien we de verschillen wel. We kunnen wel de hoogteverschillen zien. Hier wel hoogteverschillen, hier ook. Taalverschil 50 centimeter, over alle kleuren verdeeld. Dus dit is een hoogteverschil van ongeveer 25 centimeter. Het perceel is klaar. We sluiten nu het perceel. En we gaan de data van de boordcomputer van de trekker afhalen. USB-stick eruit en terug naar kantoor. Nou, ik heb net de USB-stick in de computer gestoken. We gaan even kijken of de data ook daadwerkelijk op de USB-stick staat. Selecteren hier weer de schijf, map selecteren. En vervolgens komt hier alle data erin te staan. En we gaan nu kijken wat er dan aan beeldmateriaal op staat. We zoeken de boerderij perceelcombinatie op. En we zien hier de ploegdata op 4 oktober 2010. Dubbelklik. En dan verschijnt de data die we net hebben ingeladen. Nou, een andere gratis gelogde handeling die de trekker of het systeem doet is de hoogtekaart. Roze is heel hoog, blauw is heel laag. Dus nou, dan zie je gelijk al een link. Het lage gedeelte geeft ook een lagere ploegsnelheid. We kunnen deze gegevens direct omzetten in een taakkaart als dat gewenst is. Bijvoorbeeld als de link is dat de ploegsnelheid gerelateerd is aan de bewerkbaarheid van de grond. Dus een lagere ploegsnelheid is stuggere, minder bewerkbare grond. Als je dan tarwe gaat zaaien bijvoorbeeld, zou dat kunnen leiden tot een hogere gewenste tarwegift op dat plekje. We pakken de rijsnelheidskaart. Selecteren we. We drukken op rechtermuisknop. Maak simpele taakkaart. We selecteren plaatsspecifieke toepassing. Een machine als dat gewenst is. En we drukken vervolgens op OK. En de taakkaart is aangemaakt.